Meivakantie. Oei, geen online huiswerk meer. Wat kunnen ze dan doen, verzuchten veel ouders. Avidan zorgde voor de oplossing. Avidan Welzijn, de welzijnsorganisatie in Almelo, heeft de Blije Tas in het leven geroepen vanuit een signaal van ouders in de Riet. Het signaal kwam eigenlijk naar voren zo van, help, wat moeten we straks in de meivakantie doen? Want nu hebben we ons schoolwerk nog, maar onze kinderen moeten ook in de meivakantie zich aan die regels houden en gemotiveerd blijven om zich daar aan te houden. En zo is de Blije Tas ontstaan. Hé, wat is dat? Een hand. Een hand? Wat kan je doen met die hand? Bellen blazen. Ah, bellen blazen, ja ja. Oeh, wat heb jij daar? Ook een hand. In de Blije Tas vind je een x-aantal producten gesponsord door onze partners. Waaronder Bolletje, die heeft wat lekkers gesponsord. Kinderzwerfboekenstations hebben een boek gesponsord. Heutink heeft gezorgd voor prikmatjes en stoepkrijt vanuit Stichting Vang je Droom. Avidan heeft een aantal dingen zelf ontwikkeld. Een familiefoto-challenge. En zo zit er nog veel meer in de tas. Er zitten ook opdrachten in, hè? Ja, dat klopt. Er zitten ook opdrachten in. Waaronder opdrachten die je samen met je familie kunt doen. Maar ook kleurwedstrijden voor jou alleen. Spelletje wat wij net hebben gespeeld. Deze. Ah ja. Ja. Is die magnetisch of zo? Ja. Zo kom je de meivakantie goed door.